Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar Altijd Games. Vandaag gaan we weer verder met Factorio. Gaan we onze fabriek verder bouwen. En we zijn nu tot de beschikking om eindelijk laserturrets te maken. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eens even onze energie ergens goed op gaan slaan. Want op het moment dat die laserturrets schieten, gebruiken ze echt heel veel energie. En wil je eigenlijk niet dat je fabriek leegvalt. Maar we produceren wel voldoende energie. Je ziet dat we eigenlijk nog veel meer energie kunnen produceren. Dus de energie die we nog missen, willen we graag even opslaan. Nou, dat gaan we als volgt doen. We kunnen nog niet de grootste maken. Daar gaan we dus nog aan werken. Dus dit is niet super efficiënt, maar dit is tijdelijk even zo. Want we hebben een aantal van deze dingetjes. En die kunnen we er dus gewoon omheen gaan bouwen. Kijken of ik het goed doe. En dat gaat er dan een beetje als volgt uitzien. Inderdaad, zo. En deze machines gaan dus allemaal energie opslaan. Nou, dit moeten we een paar keer gaan kopiëren. Dus als we hier nog 4 rijen hebben en hier nog een aantal rijen, dan kunnen we als het goed is deze weer met elkaar koppelen. En even kijken. Als dit ook zo zijn, deze dingetjes. Die kunnen we weer omheen gaan bouwen. En ik denk dat we gewoon een aantal van zulke tegels maken. Zodat we zeker weten dat we voldoende hebben. En dan doen we hem nog een keer. Kijken op deze manier. En dan willen we hier eentje. Hier eentje. En dan kunnen we hem dichtbouwen als het goed is. Als ik ze nog kan vinden. Ah, hier. Zo. Oké, nou gaan we ze aan het netwerk linken. En nu zie je dat ze op gaan laden. Nou, wat je dus hier ziet gebeuren is dat er meer wordt geproduceerd. En dat er een aantal millijoule wordt opgeladen. En dit gaan we dus gebruiken om onze laser turrets van te laten schieten. Als het goed is pakken zij namelijk de elektriciteit daarvan, mocht dat nodig zijn. We kunnen hier weer even de overgebleven onderdelen indoen. En dan is het tijd om onze laser turrets te gaan pakken. En die kunnen we bijvoorbeeld, hier worden heel veel aangevallen. Kunnen we daar bijvoorbeeld onze laser turrets, of daar worden nog steeds heel veel aangevallen. Kunnen we daar gaan neerzetten. We hebben er aardig wat. We zullen deze even gaan vrijmaken. En deze daar, die torens daar gaan plaatsen. Juist, want we hebben er 37. Dus dat is al een flinke productie. Maar eigenlijk nog uiteindelijk lang niet zoveel als we willen. En die laser turrets die hebben dus wel één ding, dat is wel belangrijk. Elektriciteit nodig, maar voor de rest gebruiken helemaal geen kogels meer. Dus dat is wel echt een groot voordeel. We kunnen bijvoorbeeld hier een aantal neerzetten. Want volgens mij werden er daar best veel aangevallen. Kijken of ik het voor elkaar kan krijgen om die door eentje te laten. Nee, dat kan ik net niet doen. Dus dan zetten we gewoon even telkens 3 naast elkaar. Ik denk dat dat in principe wel voldoende moet zijn. Hier doen we hetzelfde. Ietsje dichterbij. Zo. En dat is een beetje wat we nu om onze base willen gaan bouwen. Om onszelf te gaan verdedigen. En niet zoveel munitie meer te hoeven te gebruiken. Dus dan zetten we weer hier bijvoorbeeld ook 3 laser turrets neer. En die geven wat energie. En die moeten dan weer even hier aan vastlinken. Als dat ons lukt. Zo. En dan kunnen die ook gaan schieten. En dat gaan we gewoon een aantal keer doen. Maar we kunnen ze meteen in actie zien. Ze doen helaas nog niet voldoende damage. Holy crap. We hebben ze natuurlijk ook nog niet helemaal upgekeken. Maar het ziet eruit dat we er eigenlijk nog wel wat meer willen plaatsen. We kunnen er ook gewoon een aantal naast elkaar doen. 4. En nog 2 hier achter, anders zoiets. Dit moet het wel even voorlopig tegen gaan houden. We krijgen nog een aanval en dat zag er een stuk beter uit. Het ziet eruit dat we ook hier veel aangevallen worden. Al moeten we zo ook even onze basis gaan verdedigen. Nu ben ik benieuwd. Zijn die helemaal leeg? Nee, die zijn niet helemaal leeg. Dus die worden wel gebruikt. Maar die worden niet helemaal opgebruikt door de turrets. Dus zo.
Oké, nu willen we eigenlijk hier ook nog wel een soort van verdediging omheen bouwen. Dus dan zetten we hier nog een paar neer. Ik denk dat ze niet van de onderkant worden aangevallen. Maar onze basis begint er zo toch al wel weer een stukje steviger uit te zien. We kunnen bijvoorbeeld ook hier even een kleine basis maken. Zo, misschien werken die grote palen nog wel beter. En ik ben bang dat we dus toch nog even terug moeten om daar onze laser turrets up te gaan creëren. Omdat ze toch nog ietsje minder damage doen. Maar daar gaan we wel deze aflevering aan werken. Dat ze toch wat meer schade gaan aanrichten. We kunnen even snel kijken hoe het met onze energieproductie gaat zometeen. Dus ik plaats er even dit omheen. En zodat ik er meteen een aantal kan bouwen. Moet ik mezelf natuurlijk niet insluiten. En datzelfde doen we ook even hier. Nou, we hebben nu natuurlijk nog niet alles verdedigd. Maar we hebben toch een deel van onze basis hebben we nu verdedigd met laser turrets. Die hopelijk een heleboel schade gaan aanrichten. En tegelijkertijd geen ammunition kopen. Want dat is dus het grote voordeel. Je ziet ook meteen dat onze hele kogelvoorraad flink vol komt te zitten. En we die dus veel minder gaan gebruiken. We kunnen ook even hier een steel chest van maken, als ik weet dat die is. Zodat we er nog wat meer kogels in kwijt kunnen. En ik denk dat we eigenlijk zo wel even voldoende hebben. Zodat we niet meer te hoeven produceren. Zo, die hebben we niet meer nodig. Oké, de volgende stap. We hebben aardig een volle lijn plastic. Op de een of andere manier wil die andere kant niet produceren. Waarom is dat? Waarom produceren deze niet? Ze hebben geen gas. Oh, die is nog helemaal niet aangesloten. Dat verklaart wel wat. Oké, ik dacht al, waarom krijgt de hele tijd niks binnen? Maar dan doen we het toch even op deze manier. We moeten dit er een beetje omheen leiden. Yep. Ik vond het al raar dat de plastic niet op de andere band werd gemaakt. Maar dat wordt nu wel gedaan. Onze batterijproductie gaat ook nog steeds vrolijk door. En we gaan dus op richting de Blue Science. Dat is wat we willen gaan bereiken. Dat is dit. Maar daarvoor hebben we eerst de red circuits nodig. En die gaan we eigenlijk hier boven plaatsen. We hadden de vorige keer al een beetje ruimte gemaakt. We kunnen dat nog wel ietsje meer gaan doen. En we hebben nog een plek om nog wat turrets te plaatsen. Bijvoorbeeld hier. En daar gaan onze laatste drie laser turrets. Oké, nou moeten we natuurlijk wel even voor zorgen. Daar moeten we wel op letten dat die telkens verbonden zijn. Met de stroom. Want als dat niet lukt, dan kan je hopen wat je wil, maar er gebeurt helemaal niks. Dus die torens gaan ook schieten. Oké, dus we gaan eigenlijk naast de green circuits gaan we de red circuits maken. En waarschijnlijk moeten we dan uiteindelijk ook wel de green circuits gaan uitbreiden. Want die hebben we dan wel veel meer nodig. Maar laten we eens even kijken. We hebben plastic nodig. We hebben elektrisch circuit nodig. En we hebben 4 koperdraden. En omdat dat eigenlijk 2, 2, 4 is. Dan willen we de koperdraad op één band doen. En de plastic en de elektrische circuits op één band. Dus hoe dat er een beetje uit gaat zien. Zo. En dan willen we daar natuurlijk een fabriekje tussen. Bijvoorbeeld hier ongeveer. En dan willen we 2 banden. En dan willen we hetzelfde. En zoals ik al zei. Plastic kan bijvoorbeeld hierop. En die willen we hier en hier samenvoegen. En dit gaat er onderdoor. En dat komt daar. En dan willen we het koperdraad dus apart. Dus dit wordt het koperdraad. Die kunnen we alvast even naar boven halen. Die komt hier te staan. Onder de brug door eigenlijk. Hier weer onderdoor. En dan moeten we hem alleen nog even aan elkaar linken. Zo, dat gaat daar naartoe. Dat gaat goed. Hadden we dus nog plastic nodig. Nou, dat kan mooi natuurlijk van deze kant afkomen. Moeten we deze wel weer even herstellen. En dat gaat eigenlijk... Wow, de band gaat verkeerd om. Dat gaat mooi daarin.
En volgens mij nog die groene wilden we hebben natuurlijk. Ja, dus de groene wilden willen we hiernaast hebben. En die kunnen we eigenlijk hier gewoon naast omhoog halen. Oh, en dan zie ik dat we geen van die dingen meer hebben. Dus dan zullen we die een paar bij gaan maken. Waarom hebben we zo weinig? Oké, we moeten even wat metaal hebben. Dat is een proces wat ik nog wel ooit zal gaan automatiseren. Maar nu nog even niet. Voorlopig blijven we die toch even handmatig maken. Maar op zich is dat geen probleem. Gaat nog namelijk vrij snel en die heb je niet superveel nodig. Niet zoveel als bijvoorbeeld belts ofzo. En even kijken, die moet hier rechtsaf, linksaf. Zo, nog even naar elkaar verbinden. Oké, nou dit moet wel gaan werken nu. We willen natuurlijk een aardige productie. Dus... Oh, ietsje dichtbij. Ik denk dat we dit namelijk stuk of... Wat zal het zijn? In ieder geval een aantal keer gaan doen. Ik ben even aan het kijken hoe ik dat de vorige keer heb gedaan. Want als ik dit doe... Ja, dat gaat goed. Dan kan ik bijvoorbeeld zo, zo. Zo, en dan kan ik dus inderdaad twee fabrieken nu naast elkaar zetten. Dat is wel een voordeel. Dus weer net even wat... technische qua ruimte. Ik denk dat voorlopig 8 meer dan voldoende is. Waarschijnlijk gaan we juist nu weer in productieproblemen komen, omdat we gewoon niet de grondstoffen voor hebben om 8 fabrieken volle bak te laten draaien. Maar dat is een probleem dat we later weer gaan aantreffen. En ik denk dat ik hem onder rechts ga doen. Zo. Oké, hetzelfde doen we hier. Eigenlijk zoals we elke fabriek bijna hebben gebouwd. Een boompje aan de kant, want die stond tegen de weg. En die willen we hier een boompje voor omschieten. We gebruiken verkeerde wapen. Maar dat is geen probleem. En dan willen we hem hier naar beneden brengen. We kunnen dat er direct langs doen. Ja, dat kan. Oké, dat gaat goed. Nu nog even kijken, want wat gaan we doen? We willen hem hier onder doen. Zo. 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 En deze vervolgens omdraaien naar hier beneden. En deze kant op laten gaan. Hier begint het wel een beetje krap te worden. Juist. Oh, verkeerde kant. En hier weer naar boven. Hier weer onderdoor. Zo. Nou moet ik het toch wel ongeveer helemaal hier naartoe hebben gehaald. We hebben nog helemaal geen productie ervan. Maar mocht het zijn dat we het gaan produceren binnenkort, dan wordt het in ieder geval hier naartoe gehaald. Oké, dat gaan we natuurlijk even weer allemaal kopiëren. En daar willen we vervolgens de, de grijphaken aanzetten. Zodat die de juiste spullen gaan pakken. We willen natuurlijk ook rode hebben. En dan moeten we even kijken of dat snel genoeg gaat. Of dat we er nog extra bij kunnen zetten. Want we hebben in principe die marge om nog één zo'n rood apparaat erbij te zetten. Misschien maar even beginnen met 100. Oké, dus dit gaat in zijn gang. Deze nog niet helemaal. Nu wel. En dan moeten we eens even kijken. Want... Oké, hij pakt voldoende op. Voorlopig wordt nog even het hierdoor gepakt door het kistje. Maar als we er eenmaal 100 hebben, dan gaat dat goed. En zoals ik zei, we moeten uiteindelijk dit nog wel gaan uitpreilen. Maar waarom we dit allemaal wilden doen, is omdat we die nodig hadden. Voor het geavanceerde circuit. En eigenlijk dat zijn de blauwe. Dus we hebben hier de groene, de rode. En we willen op de een of andere manier de blauwe hier nog ergens tussen gaan frotten. Ben ik even aan het kijken waar we dat het beste kunnen doen. We kunnen dat op de een of andere manier hier gaan proberen te krijgen. Zodat we dit horizontaal gaan bouwen. Dat is misschien wel een leuk idee. Want, even kijken, we moeten ook wat betere
dingen gaan maken. We moeten namelijk slimme robotarmen. Die zijn wel spannend. Daar hebben we snelle robotarmen. Nou, die zijn we toevallig al aan het produceren. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar die zijn we eigenlijk aan het produceren in onze... Dat is minder handig. Even kijken. Nee, wacht. Die wil ik even hierin zetten. Zo, dat is handig. Om te doen, we hebben niet zo heel veel van die robotarmen nodig zoals we nu hebben opgepakt. Oké, dus dat is nog steeds bezig. Want dit willen we waarschijnlijk uit gaan breiden. Dus we kunnen hier beneden niet gaan bouwen. Maar we willen toch op de een of andere manier deze om gaan zetten. Even kijken, nu ben ik misschien wel domme dingen aan het doen hoor. Want daar hebben we ook nog elektroden voor nodig. Die komen wel hier binnen. Ik zou die hier zo kunnen afhalen en in de fabriek kunnen doen. Nee, dit wordt wel heel erg gek. Laten we deze nog even hier houden. We zouden op de een of andere manier dit gewoon weer opnieuw kunnen doen. Of we moeten het helemaal... Pauze, dat is helemaal niet zo heel ver. We gaan hem hier bouwen. Dit is een mooie plek. Ik heb een plek gevonden, jongens. Soms is het even een beetje puzzelen. Maar hier gaan we onze productie starten van de snelle robotarmen. Als het goed is hoeven we niet gigantisch veel te hebben. We kunnen uiteindelijk dit ook nog gaan verdubbelen. We kunnen het uiteindelijk ook nog gaan verplaatsen. Voorlopig gaan we het even zo. Als het goed is heeft hij alle producten hiervoor. En dan willen we het op de een of andere manier. Waar gaan we het doen? Hier krijgen. Hier gaan we onze productie starten. Dus deze gaan een beetje weg. Die staan in de weg. En die zetten we bijvoorbeeld even hier neer. Het hoeft er ook helemaal niet zoveel te zijn. Oké, die is weer gevuld. En dan willen we hier eigenlijk dat proces gaan starten. Kunnen we dat allemaal op één band gaan krijgen? Batterijen die komen van beneden. Maar die kunnen we, de batterijen komen vanaf hier. En die moeten dan hier een rondje. Die kunnen ook buitenlangs nog eventueel. Laat ik gewoon beginnen met de basis te bouwen. En dan het uit gaan breiden. Dan wil ik hiernaast bouwen. Oh my god, we hebben geen banden meer. Maar die hebben we nog voldoende gelukkig door onze fabriek laten produceren. Dit is altijd een beetje ingewikkeld. En goed nadenken hoe je het wil hebben. Ik weet ook niet of dit de beste manier is. Maar we gaan proberen om dit straks horizontaal te leggen. En dat we dan ook het blauwe flesjes daarin kunnen gaan zetten. We zouden nu allemaal heel mooi kunnen gaan uitrekenen. Nou, dit duurt 12 seconden om zoiets te maken. Dit 6, dit 5. Dus ik moet er eigenlijk 2 keer zoveel van hebben. Van deze dan van de rest. Dus ik heb nu 4 van die dingen. Stel dat ik dat naar 6 zou uitbreiden. Dan moet ik er hier 12 van hebben. Dus 6 aan elke kant. Zoiets. Ik heb niet meer veel fabrieken. Die hebben we gelukkig wel nog. Hier een aantal. Dus dan is dat probleem weer snel opgelost. En we hebben dus een dubbele band nodig. Zo. En nog 4 van deze fabrieken. Oké, dat begint al ergens op te lijken. We willen ook natuurlijk ook dat het weer weg kan worden gevoerd. En dat het uiteindelijk hier naartoe gaat. Hetzelfde doen we hier. En dan moeten we dat uiteindelijk hierin gaan krijgen. Dat is de volgende stap. Eerst maar eens even dit afmaken.
We willen kleine robotarmen. En hier ook hebben. En dan nog van die grote robotarmen. En die hebben we misschien nog een paar extra nodig. Zo en zo. Oké, dit staat alles goed. Is allemaal goed. Het heeft natuurlijk nog geen stroom. Dat zouden we meteen wel even kunnen doen. Is dat ook meteen gedaan. Dat doen we altijd op deze manier. Oh, die staat wel erg scheef. Zo. Oké, dit werkt allemaal. Moeten we eens even gaan kijken. Want we willen daar natuurlijk deze in gaan bouwen. Nu willen we eens even gaan kijken, want we hebben batterijen nodig. Staal, dat is geen probleem. Geavanceerd circuit is geen probleem. Slimme robotarm. Dus vooral die slimme robotarm en die batterijen, dat is wel een beetje lastig. Okay, geen idee waarom dat zo gaat. Maar ik wil eigenlijk dat dit naar beneden gaat. Zo. Ja. En dan komt er een stof boven en een stof onder. En dan doen we hier hetzelfde. Oké, laten we kijken of we de batterijen hier helemaal naar boven kunnen slepen. En dan zullen we deze even tijdelijk stoppen. En die kunnen eigenlijk langs de plastic leggen. Maar dan binnenlangs springen. Zo, hier onderdoor. Op deze manier. En dan helemaal hier naar boven. En dat willen we hierop aansluiten. Oké, nou hetzelfde willen we doen met deze dingen. Dus hoe we dat gaan doen is als volgt. Dit gaat er een beetje spaghetti uitzien. Maar het gaat wel werken. Tenminste, dat is te hopen. Is je dit nou aan het produceren? Ja. Oké, dus dat werkt. En dat willen we juist hier bovenin hebben. En dat zullen we even hier langs springen. Het gaat echt dwars door de fabriek heen. Je kan het ook allemaal ter plaatse maken. Maar op de een of andere manier vind ik het altijd leuk om het. Ja. En misschien ook wel makkelijk om het zo te doen. Oké, we hebben nu het probleem dat het alleen maar aan de rechterkant bouwt. Dus we moeten dat nog even goed verdelen op deze manier. En hetzelfde geldt eigenlijk uiteindelijk voor de batterijen. Dus dat willen we ook even goed doen. Zo. Oké, dus we hebben de twee moeilijkste stoffen hebben we eigenlijk. Nu moeten we nog de rode belt. Die gaat wel moeilijk worden om af te splitsen. Die moeten we hier naar beneden gaan halen. Kan eigenlijk heel makkelijk gewoon tussendoor. En de ijzeren belt kunnen we misschien wel de langs halen. Ziet er denk ik wel gaaf uit. We hadden het ook al hier kunnen samenvoegen. Dat is ook nog een manier. De plastic hebben we trouwens nodig. Wow, we hebben echt veel van die dingen gebruikt, want die zijn nu al op. Daardoor hebben we nu ook geen banden meer. Het is echt een langdurig proces dit. Maar als je het uiteindelijk klaar hebt, dan is dat toch wel een hele grote voldoening. Volgens mij
Al dan nu nog niet helemaal gelinkt, inderdaad. Ik zie al dat ik hem iets te dichtbij heb. Op zich was het niet een heel groot probleem, maar... Ik heb straks nog het idee dat ik deze band wil verdubbelen. En dan hebben we die ruimte nodig. Oké, dus de plastic gaat hierin. Ook het plastic is nog niet dat het op volle toeren wordt geproduceerd. Dus daar gaan we wel even kijken of we daar binnenkort iets tegen kunnen doen. Maar ik wil eerst even de productie klaar hebben. En dan gaan we daarna kijken of we de productie kunnen optimaliseren. Nou, dit lijkt allemaal te werken. Als het goed is, gaan er nu... Oh, wacht. Hier hebben we nog geen rode dingetje staan. Als het goed is, gaan er nu wel Blue Science ontwikkeld worden. Vooral hier. Oh, ik heb toch de verkeerde gepakt. Het is staal. Are you kidding me? Oké, dat was stom. Waarvoor hadden we dan plastic nodig? Ik heb toch plastic gemaakt? Oh, dat hadden we hiervoor nodig. Ja, oké. Klein foutje op zich snel te fixen, maar niet zo heel handig. Soms denk je dat je het even uit je hoofd weet. Maar dat is dan zeker niet het geval. Dat betekent dat we wel even heel deze belt schoon moeten gaan maken. Want dat plastic, dat willen we hier niet in hebben. Kijken of ik het zoveel mogelijk kan doen zonder die Red Science te pakken. Want die willen we juist wel hebben. Oké, nou, Red Science prima. Als het goed is, loopt hij nu wel goed. Het staal wordt nu gepakt in plaats van de plastic. En de plastic kunnen we even hierin stoppen, want die hadden we eigenlijk hier nodig. Maar voorlopig wordt dit allemaal ook wel weer even voldoende geproduceerd. Zo. Oké, nou dat gaat in ieder geval zijn ding doen. Hier gaat het zijn ding doen. En we zien al de eerste blauwe flesjes eindelijk verzamelen. Dus dat is goed teken. Ik zie al dat de aflevering heel lang aan het duren is. Wat ik ga doen is begin van volgende aflevering ga ik ervoor zorgen dat dit allemaal gelinkt wordt. Dat de blauwe flesjes hier in dit circuit samenvallen. Dit was het in ieder geval weer voor vandaag. Ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk allemaal weer weten wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie allemaal graag volgende keer weer.